Ik heb mijn RS3 nu en Nike die heeft hem nog nooit gezien. Ze probeert er naar te kijken, maar Nike is blind als vink, dus ze ziet hem niet. Wajo! Hij is heel dik, maar ik heb wel al hem gezien zonder de velgen. Zonder erop. De velgen, maar ja. Je hebt hem ook nog nooit in het echt gezien. Ja. Zeg maar niet buiten, in de echte wereld. Oh nee, alleen binnen. Ik heb de auto staat oprecht gaaf. 5 minuten geleden opgehaald en we gaan nu... Fuck! Vocht in de koplamp. Welkom bij Audi. Ja, super. Ja, we gaan even wat foto's maken van de auto. Jullie hebben nog niet gezien het moment dat zeg maar, wij dit opnemen. Dus we gaan even wat foto's maken, zodat we hem dik kunnen onthullen voor jullie. Oeh! Wow, maar het is echt zo'n verschil met jouw oude RS3. Ja, het is echt een hele andere auto. Ja. Het is wel leuk, we hebben de afgelopen dagen dus in de oude RS3 gereden. En daardoor zien we nu opeens echt een ziek verschil in de auto's. Ja, alles is custom aan deze auto. Het stuur is ook echt heel gaaf. Deze auto is al heel lang in de maak, al een jaar en 2 maanden. En in een jaar en 2 maanden heb ik hem dus ook niet hoeven tanken. En nu wel. Hij is echt katsleeg. Dus dan gaan we gewoon weer even heel veel geld uitgeven. En dan gaan we even mijn kutting vol tanken. Ik heb de auto dus oprecht net opgehaald. En even kijken hoor, 98. En ik heb dus nog nooit lichte velgen gehad op mijn auto. Dus dat is heel verwennend voor mij. Maar de auto, als je hem zo van buiten ziet in plaats van in de garage, voelt wel heel goed. Ik merk toch wel dat ik stiekem heel erg blij word van deze auto. Behalve van dit. Dit is wel echt kut. En dit carbon fiber stuur, dit heb ik dus nog nooit gehad in mijn andere RS3. In mijn andere RS3 had ik gewoon het standaard stuur. Maar dit carbon fiber ziet er zo dik uit. Maar het is zo plasticig. Ja, moet je maar eens voelen. Oh, lekker. Ja? Ik vind dit veel lekkerder vast. Nou, gelukkig zit dat er ook op. Dus nee, komt het is hartstikke mooi zo. Ik vind de combinatie van maakt het af. Het is van alles wat. Wat is dit? Dat is mijn toerenteller. Dus kijk, als je... Ik ben in je stuur. Ja, die staat ook helemaal nergens op. Even kijken, als ik hier klik zo. Hier, kijk, hier zien we kilometers per uur. In je stuur. Ja, maar dat is toch cool? Ja, heel cool. Dat is toch cool? Kijk, en als ik dan zo rap, dan zie je hem zo omhoog gaan. Wow. Ik had net oprecht de weg van Full Car Tuning hier naartoe al 2 mensen die me bijna van de weg afreden. Ja? Daar ben ik zo bang voor nu. Een gast die kwam uit een uitrit, gewoon volle bak. Moest echt vol op de rem, zeg maar, wilde die me niet doodmaken. Ja, dat is een probleem, hè? Ja. Het enige waar ik nu dus bang voor ben, is dat je hoort gewoon de turbo zuigen in de uitlaat. Zo. Ik rijd nu nog heel rustig, want de auto heeft een jaar lang stilgestaan. Er zit nieuwe olie in, alleen hij heeft dus een tijdje stilgestaan. Maar ik weet niet of dat heel chill is. Of ik weet dat dat niet heel chill is voor de auto. Dus ik ga niet 300 op de autobaan. Ik ga gewoon even een beetje rustig gaan rijden. Maar een klein beetje genieten. Klein beetje. Klein beetje genieten. Op de achterbank ga jij gewoon... Ja, maar echt. Zo, so, what the fuck? Wat? Dit was 60% gas, hè? Donder op. Zo, deze zag ik niet aankomen ook. Dit voelt zeg maar, je hebt een snelle auto en je hebt dat je voelt dat er nog veel meer kracht in zit dan wat je al doet. En dat heeft deze auto. Ja. Ik had echt verwacht dat je hem nu zou intrappen, dus ik hield hem al een beetje vast. Nee, ik durf hem niet in. Hij had te schreeuwen. Ik zag hem niet aankomen. Ik durf hem dus niet in te trappen, omdat hij dan dus die vuur geeft. En dat is zo'n harde knal, dat ik bang ben dat mijn auto er midden gaat. Ja, maar echt. Ik ga ooit een keer nog met jou erbij waarschijnlijk zo'n knal hebben, dan snap je wat ik bedoel. Je merkt gewoon, nu we zeg maar even in die andere auto hebben gereden, hoe anders dit is. Gewoon de schakels, het gevoel van een TT7. Hij heeft een soort stotter in zijn... Ja, hij scheidt gewoon. Ik deed nog steeds geen vol gas, hè? Jij hebt echt je enthousiasme voor deze auto's weer terug. Het was echt een tijdje, was het eventjes weg. Even weg? En nu komt het nou weer terug. Ik krijg dat onderbuikgevoel weer. Holy shit! Ik heb nog gevoel! Ik heb weer gevoelens, ik leef weer! Hey, en de vering voelt goed, hè? Ja, er is niks mis mee. De vering, we hadden vanmiddag toen we hem dus wegreden, was echt helemaal kut. Het was echt helemaal ruk. En nu is het echt wel weer goed. Oh! En ik had tractie nog aanstaan, die moet ik ook uit hebben staan. Uit? Ja, dan is hij sneller. Ik weet wat dat doet hoor.
maken. Kut, daarvoor waren we hier. Oh, helemaal afgeleid. Ik wil hier even omdraaien, maar ik ging rijden en ik hoorde allemaal scrapen. Dus volgens mij is er een kuip een beetje niet zo lekker. Ik heb zin in een uur. Kijk dit. Oh mijn god. Oh, ik had echt keramische remmen moeten kopen. Als iemand mijn keramische rem wil sponsoren, let me know. Ik kon ze namelijk nergens vinden of ze waren echt 20.000 euro. Jezus, wat een dikke auto. Kijk dan, wat een bak, joh. Oeh, je hoort het ook van buiten. Ik weet niet wat het is, maar het klinkt niet goed. Nee, ik heb je nodig. Die heeft deze binnenkuiper gemaakt voordat ik mijn wielen had. Dus hij had ze zeg maar op de originele RS3 wielen gemaakt. Maar die zijn veel minder breed. Dus ik loop nu soms een beetje aan. Dan lopen we hier even weg van mijn auto, maar holy fuck, wat een plaatje zeg. Niet normaal. Ik ben in tijden niet meer zo blij geworden van een auto zeg. Kijk dit dan. Maar dit is niet normaal. Holy fuck. Oh, er komt een trekker aan. Hey, don't boer it in me please. Zo, die kwam echt heel hard er langs. Al die vogels nou, mooi zeg. Moet je me echt helemaal geen fuck, ik heb mijn auto terug. Oei, wat lekker, wat lekker, wat lekker, wat lekker. Oh, hier word je toch blij van? Word je net zo blij van als ik? Ik denk het niet. Ik zit hier. Wel, ik ben aan het genieten. Ik word wel blij hoor. Achterin krijg je wel lichte oorbeschadigingen. Ja, en het ding is ook, ik zat net heel raar ook in beeld. Voor de mensen denken, wat zit hij raar? Ik ben gewoon heel groot. Ik ben gewoon heel groot. Daarom zit ik nu ook zo onderuit. Oh, 370Z, maat. Nice car. DSG schakelt. Ik denk dat ik echt zo goed als elk stoplichtsprintje win wat ik nu kan hebben. Als het goed is ben ik sneller dan, of net zo snel als een Performante, sneller dan een Aventador. 3,0 seconden naar de 100, maar dat is bij mij niet het speciale. 5,1 seconden 100, 200. Is het goed gekeerd? Ja, zeker. Ja. Het is heel raar, ik ben gewoon een beetje zen of zo. Ik ben echt zen. Ja, ik zweer. Volgens mij is alles behalve wat je van deze auto wordt zen. Nee, maar dan zit ik gewoon zo achterin en ben ik gewoon... Ik zit alleen met een big smile op gezicht. Dus ik ga ja, lekker zitten. Ja, zo. Toch heel ja, anders, zeg maar. We hebben echt veel dikke auto's gereden. Het is misschien ook wel een beetje het verhaal. Ja, of zo, dat we al zo lang mee bezig zijn. Ja. Maar ik vind het ook gewoon leuk om te zien wat het weer met jou doet. Omdat je echt de afgelopen tijd heb je alleen maar... Ja, van, ja, ik heb geen emotie meer bij dat ding. Buh, 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 en, Weet je waar ik emoties bij heb? Bij de roze barrel wat daar staat. Ja, dat bedoel ik. Je hebt kapot. What the fuck, broer? Het is zo anders. PA. Oh, zullen we naar McDonald's? Nee. Oh. Zo wel. Hey, lekker. Dat is een stuk vaag hoor. Oké, ik ga hem even af laten koelen. En dan gaan we lekker naar huis. Oh, sir. Wat do you do for living? Wat do you do for living, man? Whoa. I sell my girlfriend on the internet. Huh? She, really? Oh, she doesn't know yet. Mijn ander zeker. Tientje, gast, zo goedkoop zijn we niet hoor. 15. Dat ga je afvouden. Nee, maar die geheime kamers kom je vanzelf een keer achter. Word je heel boos, maar dan zijn we miljonair. Dat is een boeien. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ongelooflijk leuk. Nu kan je ook weer leuk tegen mij doen, hè? Nu een leuke auto. Ik ben echt een jaar lang chagrijnig geweest en nu ben ik weer blij. Oh, wat een dikke wagen is het, zeg. En hier dus, mijn nieuwe RS3. Hier mijn oude RS3 die nu van Lucas is. En die kan volgens mij ook van een van jullie zijn, want Lucas gaat zijn RS3 verkopen. Hij heeft hem niet echt te koop staan, maar stel je wil deze auto kopen. Mag ik jij hem in een berichtje sturen? Wat wou die hebben? 6 tot 8k, toch? Ja, ruil je sigarokar er maar op in, jochie. Als je ervoor staat ook, jongen. Wat een bakkes is dit. Hij is gewoon zo'n stuk agressiever. Als je dan dit of dit hebt... Het is natuurlijk al een facelift model, maar ik ben zo happy ermee. Ben je happy dat ik happy ben? Ik ben happy dat jij happy bent. Ik word er echt blijer van dan ik had verwacht. Ja, als ik het nu ik zo... had het al verwacht bij jou hoor. Ja? Je bent heel stoer van, dat voel je me echt niet deze auto. En nu ben je weer een baby. Ja, dat klopt. Wat een wagen. Stel iemand wil hem kopen, hij staat vanaf nu op Marktplaats. Nee. Voor hoeveel geld mag ik hem verkopen? Een ton. Ja. Oké. Als je deze auto zelf zou willen bouwen op deze manier, zou dit ongeveer 150.000 euro kosten. Heeft het mij niet gekost, omdat ik natuurlijk heel veel gesponsord heb gekregen, heel veel zelf heb gedaan eraan. Dus ik heb er natuurlijk wat minder in zitten, maar om en nabij de ton...
Ja, voor 120 zou ik hem wegdoen. Dat zei echt een maand geleden nog voor een. Ja, maar nu vind ik hem weer leuker. Ja, dus het is 20.000 meer waard. Stel ik. Nee, ja, nee, oké. Okay, nee, nou, ik ga hem gewoon verkopen. Wil jij de deur open doen? Rijd hem even naar binnen. Eén keer even binnen testen. Oh, de klep is opeens dicht. Wacht, 2 seconden. Ah, het valt me. Het is nog te doen. Het is te doen. Het is te doen. Zo, en er is één ding. Nou, er zijn eigenlijk nog wel meer dingen. Maar er is één ding wat ik heel graag wil doen. En dat is hier niet een gat hebben dat iemand mijn motorblok eruit kan lepelen. Dus ga ik even fixen. Wat wil mevrouw doen? Stickers eraf. Die van Full Car Tuning maar even zitten. Want zij hebben echt net mijn wielen gesponsord aan mij. Dankjewel Full Car Tuning. Als je wielen ja, wil, ga naar Full Car Tuning. Die van hun die valt niet zo op. Maar ik vind gewoon... Ik doe wel binnenkort een witte Boring Drive sticker op. Ja, ik heb een paars met groen net. Haal hem maar af. Ook mooi dat ik dat met mijn eigen bedrijf eraf haal en een ander bedrijf erop laat staan. Aangezien ik mijn sticker eraf haal, of in die game mijn sticker eraf haal, denk ik geen promotie meer mag draaien ervoor. Ga naar boringdrive.nl als jij ook een leuke auto hebt. 150 pk en 300 pk plus rallies organiseren wij. En ik ga ook mee rijden natuurlijk met dit bakbeest nu die er weer is. Ziek! Leuk! Blij! Afgetekend, weet ik hoe groot die is en dan moet ik hem iets groter maken in het, in het gaas. Wat ik ook weer van Full Car Tuning heb. Dankjewel Full Car Tuning. En dat is ook een van de redenen waarom deze auto zo lang duurt. Omdat ik dus overal bij wilde zijn en alles zelf wilde doen. Net zoals dat ik nu hier een gaasje ga maken. Ik heb hier dus het gaasje gemaakt en die past hier nu perfect in. Even kijken hoor. Via hier nu kan ik hem zeg maar daar zo houden. Je snapt het idee, dan zit er gaas in. Alleen ik moet nog even kijken welke kant op of ik het gaas zeg maar... Je kijkt er meestal zo in dat je zo tegenaan kijkt of wil je dat je erin kijkt zeg maar. Snap je het verschil? Ik moet nog even naar kijken. Maar eerst gaan we even sporten. Want... Ergat die is daar en Ergat heeft mijn RS3. Heeft hij hem nou gezien? Hij heeft hem laatst bij Bjorn gezien, of niet? Oh ja, toen heeft hij hem gezien, maar nog niet met nieuwe wielen. Dus ik ga Ergat even verrassen. Ik ga ook zoveel mensen, ook van jullie, weer blij kunnen maken met deze auto. Ik kon het met mijn vorige RS3 doen. Dat iedereen het zo leuk vond als ze mij zagen. Als ik vrienden mij zagen met de auto. Zo. Iedereen was altijd blij en dat kan ik nu weer terugkrijgen. En dat vind ik zo tof. Was gisteren met Vincent eten, waar ik de andere RS3 mee. En die zei, oh, mogen we met jouw auto? Dat vind ik zo vet. En dit gaat nu met deze natuurlijk nog een keer 16 zijn. Hier om de hoek is mijn sportschool. En die zit echt naast kantoor. En Ergat, die zou je dus al moeten zijn. Oh, hij is er nog niet. En daar is meneer. Hallo. Hij komt weer even naast zetten. Lekker. Het gaat wel goed ook, hè? Hij is heel leuk. Ik heb hem ook oprecht nu een uur, zeg maar, weer. Kapotbrug. Dat is echt ziek. Wat vind je van de wielen, dat ze licht zijn in plaats van... Ik vind het wel cool, eigenlijk. Ja? Ja, ik vind hem weer wat normaler, of zo. Ja, het is nu een heftige, normale auto, zeg maar, of zo. Ja, het maakt hem wat cleaner. Ik vind het nice. Thanks, ja, het is nu donker, dus ook lastig te zien. Oh, mijn maat staat echt heel goed. Je moet je even starten? Ja, goed. Als je de vraag krijgt. Ik ben een katholiek. Man! Holy shit, gast! Dit is weer een van de... Oh! Wat anders dan de vorige RS3, hè? Oh. Oh. Het is echt een beest. Wat had je hier nou ooit in meegereden, of niet? Echt net toen jij hem had. Je had hem eens getuned nog voor de bodykit. Ja. En toen heb ik meegereden. Ah, je hebt wel een keer meegereden, ja. Ik heb één keer meegereden, inderdaad. Maar goed, dat is alweer even geleden. Ja, maar nu gaan we sporten, kom. Nu heb je hem gesport. Ik ben weer vergeten te filmen, sorry. Even de hoogte checken, want ik ben toch bang met die hoogte dat het fout gaat. Even scheetje laten buiten de auto, even wegwapperen. Wat ordinair. Zelf nog steeds van. Wat is dit goed, hé? Het voelt echt alsof je loskomt. Maat, dit is echt niet normaal. Ik voel me weer zo thuis in deze auto. Het is niet normaal. Ik voel me gewoon binnen één dag voelt dit weer als mijn fucking auto. Ik heb gewoon kippenvel. Ik zit al een tijdje nu gewoon, nou niet per se rondjes te rijden, maar gewoon dat ik even met Ergat een rondje ga rijden, dat ik naar de sportschool ga. Het voelt zo lekker om weer in dit ding te rijden. Het voelt weer oud en vertrouwd. En ik hoop ook dat het voor jullie zo voelt. En ik hoop dat jullie het ook weer leuk vinden om zeg maar, oh blijf staan. Ik hoop dat jullie het ook weer leuk vinden om RS3 video's zoals dit te zien. En ik wil weer naar die oude vibe van blij zijn met autodingen en gewoon uitlaten gaan laten maken. Kleine aanpassingen met jullie aan de auto doen. Dus
alsjeblieft, als je het nog niet hebt gedaan, subscribe even. Als je het ook nog niet hebt gedaan, doe even een like. Ik zou het super tof vinden als je deze video zou liken. Deze auto heeft mij heel veel bloed, zweet en tranen en een flink pink gekost. Ik zou het heel tof vinden als jullie het alleen eventjes met een gratis duimpje omhoog zouden willen waarderen. Ik rijd dit ding weer naar binnen. Ik ruil hem om naar de andere RS3. Want ik heb opeens een luxe van 2 RS3's hebben, what the fuck. En dan gaan we lekker naar huis toe. Dankjewel jongens, dankjewel voor het kijken van de video's. Dankjewel voor al deze shit mogelijk te kunnen maken voor mij. Dank jullie wel. Echt. Ik heb zoveel bedrijven die ik wil bedanken hiervoor. Audi voor het maken van de auto. Minst belangrijk, want ik heb hem zelf gekocht. Nee, ik wil Wiebe als eerste heel erg bedanken voor het helpen met de kit. Ik wil DiamondTech bedanken voor al het carbon wat erop zit. Dus als je custom carbon wilt, DiamondTech. Full car tuning voor de wielen. Bjorn voor alle draadjes die ze hebben gedaan, die hij heeft gedaan. Er zitten zoveel draden in deze auto, zoveel audio. Het is niet normaal, dus dankjewel daarvoor. Stip Polish Point voor het spuiten van de auto. Natuurlijk CarWrap Studio, die de PPF over de hele auto heeft gedaan, zodat hij beschermd is tegen vervelende kinderen zoals jij. Wat heb ik nog meer? Het custom interieur. Die hoef ik niemand voor te bedanken, want die heb ik gewoon volledig zelf betaald. Helemaal kut. Nee, het custom interieur heeft Lukien gedaan. Het gaat nog wel een keer eruit, want het moet nog een keer gedaan worden. En het stuur van Motive Supplies. Dan even kijken, wat heb ik er nog meer in zitten? Luchtvering van Street Customs. Zwarte logo gespoten door moi zelf hier in de hoek. Heel mooi. Uitlaat van IPE en GB Customs heeft eronder gezet. Gaan we morgen nog naartoe om de laatste dingen te fixen. De jongens van Tuning Service Huis voor tunen. De grotere turbo van TTE. Dan hebben we nog de downpipe van JT Performance. Het is zo'n grote lijst wat hier aangedaan is. Het is niet normaal. Dus alle linkjes van iedereen zitten in de beschrijving. Dus als je deze auto na wil bouwen, kan je hem allemaal benaderen. Doe het alsjeblieft niet, want ik wil heel graag de enige zijn die deze auto heeft. Oh, en die velgen, jongen. Ze zijn echt al mokervies. Oh, we hebben Lucas RS3 mee. Is deze ook al leeg? Maar die kreeg het voor mijn tank. Ik heb nou nog mijn korte broek aan en mijn korte mouwshirt omdat ik van het sporten kwam. Ik had niet bedacht dat we nog moesten tanken. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker immigraden house naar house en dan lekker binnen zitten. Maar dat kan niet. Oh, het is inmiddels al 11:30 en ik kan jullie 2 dingen vertellen van vandaag. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad en ik heb de dikste RS3 whitebody van Nederland. En dat is deze de enige.